Dankjewel, collega. Beste kijkers, welkom bij het weerbericht voor vandaag. Voordat ik begin, zal ik eerst bepaalde punten ter zake brengen. Ik zal jullie vandaag een paar basisbegrippen uitleggen over het weerbericht en zo ook het niveau wat verlagen naar het niveau voor dummies. Ja, voor mensen die het niet weten, ik heb boze e-mails ontvangen van boze kijkers die mijn basisbegrippen niet begrepen en mij dus gezegd hebben dat ik een leugenaar ben, dat ik mijn job zou moeten opgeven en onder een trein springen. Het volledige pakket. Is een dokter dan ook een leugenaar op het moment dat je niet begrijpt wat hij zegt? Een kijker was boos op mij. Boos op mij omdat het 2 graden kouder was dan dat ik het voorspeld had. Dus basisbegrippen voor dummies. Kijk, ik weet niet of dat je het geleerd hebt op school, maar H en L staan niet voor hoge en lage temperaturen. Nee. Kijk, het gaat allemaal over de straalstroom. De straalstroom is de lucht die van binnen rondwaait. Net zoals de wereld. Die is rond, draait om zich en draait rond de zon. Hetzelfde geldt voor lucht. Ja? Het zal niet enkel waaien op één plek. Oeh, Antwerpen. Nee, het zal overal waaien. Dus als we terugkeren, de H staat voor hoge luchtdruk, dus stabiel atmosfeer. En een stabiel atmosfeer betekent een grotere kans op mooi weer, dus minder wolken en zonnestralen. En een lage luchtdruk, onstabiel atmosfeer, dus minder kans op goed weer, dus slecht weer. Ja, ja. Hagel, storm, regen en het is geen grapje. Goed, nu dat dit allemaal verduidelijkt is, kan ik eindelijk beginnen met mijn job. Dat waren mijn overuren, de extra frietjes in de zak. En ik ben zeker, ik zal zeker een e-mail krijgen met merci. Goed, voor vandaag ligt de neerslag met kans op donder, maar het zal nog een relatief warm zijn. Dus, voor de marginalen die thuis geen douches hebben, het is moment. En nog iets, BFT staat niet voor biefstuk, friet, tomaat. Oké? Goed zo. Goed. Voor morgen krijgen we in het oosten een stevige wind. Maak dat je goed beschermt. Een muts bijvoorbeeld. Janine, geef me een sigaret alsjeblieft. Dit was het weerbericht voor vandaag. Tot morgen. Abonneren, delen en liken. En vergeet zeker niet op je belletje te tinkelen. Te tinkelen, zodat je continu op de hoogte blijft van nieuwe sketchen en video's. Peace!